Nelleke, de eigenaresse van kledingzaak Dit Is Het in Hellevoetsluis, voelt de bui al hangen als ze op dinsdag 30 juni in haar woonkamer boven de winkel op de bewakingscamera een jonge man ziet binnenlopen met een capuchon op. Foute boel. Kledingzaak Dit Is Het ligt aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. En dit is hem, de jongen met pet die om even over twee de zaak binnenloopt. De eigenaresse is kort daarvoor naar boven gelopen omdat de telefoon ging en er even geen klanten in de winkel waren. Dan hoort ze het belletje van de winkeldeur en kijkt op de monitor waarop ze de bewakingsbeelden kan bekijken en een vreemde figuur ziet. Het was snikheet weer en had een capuchon op. En ja, dat was voor mij natuurlijk een verdacht figuur. Dus ik zag hem boven al, dus ik was eigenlijk al een beetje op mijn hoede. Toen liep ik naar beneden en ineens, ja, kom ik door de deur. En ik zie daar gewoon iemand met een geweer staan. En money, quick, zei hij. De eigenaresse schrikt enorm en haalt geld uit de kassa. En hij pakt het beet en toen is hij gewoon, ja, heel rustig de winkel uitgelopen. En daar is hij pas heel hard gaan rennen. Hier zien we hem weglopen, de man met de capuchon. Maar mede dankzij de eigenaresse hebben we een goed signalement. De overvaller is een man tussen de 18 en 25 jaar. Hij is zo'n 1,60 meter tot 1,70 meter lang. Droeg een petje met, als hij vertrekt, daarover een capuchon. Hij droeg een Adidas joggingpak. Had een zonnebril op met ovale glazen en droeg een rugzak. Voor tips bel 0800 60 70. Of reageer via live.politie.nl.